in dit werk, specifiek dissident zijn, komt grappig genoeg voort uit dat deze installatie echt super vrouwelijk is. We zijn echt gewoon zonder enige soort van gêne of ons in te houden all the way gegaan met hele vrouwelijke elementen en ook eigenlijk een soort van vrouwelijkheid die ook misschien conservatief gezien kan worden in de zin van roze gebruiken of parels of veertjes. Voor ons op dit moment willen we heel erg vrouw zijn in dit werk en dit doen we op onze manier en we hebben er gewoon enorm veel lol in.